En een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Downs. Wij hebben het Jordi van school, of na school gebracht. En we gaan nu naar huis toe. Moet ik even naar de winkel toe en dan een fruitje eten. Liam is boos. God mag weten waarom. Ik heb boodschapjes gedaan. En het is natuurlijk dierendag. Alsjeblieft, joepie. Veel plezier ermee. Het is hier altijd dierendag. Maar oké, prima. Hij is zo chagrijnig. Hey, hallo. Zullen we dat eens even niet doen? Wat is er? Hij is gewoon boos. En ook dat gevoel mag er zijn. Ik ga nou gewoon fruit maken en ze bekijken het maar. De rust is wedergekeerd. Ik heb daar heel eventjes de fruit neergezet. Ik kan nu ondertussen lekker tv'tje kijken. En jij krijgt nou ook fruitje, hè? Ja. Alles wat daarop ligt, behalve de druifjes. Daar heeft Joef daar dus van, hè? Hoe is het? Ja. Daar heeft die hond daar dus van, hè? Maar omdat ik het 's morgens vaak zo druk heb als jullie op school ligt, dat is omdat deze grote vent altijd knuffeltijd wil. En die heeft hij nu. En Sam is daar ook weer aan de beurt, hoor. Dus ik verdeel het allemaal wel. Ze krijgen echt wel hun aandachtje. Ik ben eten aan het koken. We eten vandaag een wijvisstampot. Daar vraag ik ons al zo verschrikkelijk lang over. En ik zeg tegen Niels, ja, nou is het in de aanbieding. Laat ik het maar gaan halen. Een wijvisstampot is done. En ik heb ook vleesjes. Lekker. Liam is wakker. Sam is wakker. Oeh, het is een beetje... Hey, daar zijn we weer. Liam is wakker. Sam is wakker. Liam heeft nog wel een bui. Hij is niet zo vrolijk. Maar dat kan. Wil jij mama helpen? Dichtduwen. Kijk uit voor je vingers. Oh, Nijntje zit ertussen. Even Nijntje redden. Dicht doen. Doe maar dicht. Goed zo. Goed gedaan. Ik ga ze klaarmaken en dan gaan we Jordi ophalen. Jordi is weer thuis, Jordi is weer thuis. En hij is heel vrolijk. Tot nu toe dan. En jij ook, hè? Nou ben je ook weer wat vrolijker. En je had van mama pepernootjes gekregen, hè? Ik heb pepernootjes eten. En we zijn even ons ritueel hier aan het doen. Want ja, hij heeft zo hard gewerkt op school, hoorde ik. Lekker, hè? Ik ben even in de vriezer leggen en meneer draait hier zo de sleutel om en ik heb geen sleutel bij. Normaal trek ik altijd die sleutel eruit en dan heb ik hem laten zitten omdat ik even gauw iets wou doen. Niels komt eraan. Probeer eens om te draaien. Dit is de boosdoener. Ik trek altijd de sleutel eruit. Altijd. Kleine rat. Nou, ik ben weer binnen bij die rat, hoor. Gelijk heb Jordi zijn broek verschoond. Echt, maar een huishouden. Baby, I should start all over. There's nothing left to want. I'll be out of work.
We hebben straks nog even gewandeld. Jordi die had echt een bui van heb ik jou daar. We probeerden erachter te komen wat er precies aan de hand was. Hij wilde ze eten niet eten. Hij wilde helemaal niks. Toen zijn we uiteindelijk gaan wandelen. En toen heb ik alsnog een boterham met pindakaas en een donut naar binnen gekregen. Want we gingen even een rondje wandelen. En toen kwamen we uit bij de Albert Heijn. En je had net zo goed de Jumbo, een van die andere supermarkten kunnen zijn. Maar toen heb ik een donut, kleine donutjes gehaald. Daar hebben Jordi en Liam allebei sowieso eentje van op. Dus ik heb uiteindelijk nog wel wat bij Jordi naar binnen gekregen, gelukkig. Nu is Niels sporten en ik ben hier aan het opruimen en alles aan het klaarzetten voor morgenochtend. Dus ik denk in de volgende swipe dat je gaat zien dat het de volgende dag is. Een hele goede morgen. Nou, het is maar weer een ochtend, hoor. Sam, Liam werkt gewoon mee. Die werkt weer eens niet mee. Jarnie. Alles gewoon tegenhouden wat ik tegen kan houden. Maar ja, ik heb hem in de auto. Sorry, ik ben ondertussen aan het rijden. Dus ik vind het veiliger om het zo te doen. Ik ga niet met mijn telefoon in mijn handen zitten. En daarom kan ik dus ook niet goed filmen. Heb ik niet mijn telefoon in de juiste houding zitten. Dus doen we het even zo. Sorry ook voor het waaien, want ik heb de waaier aan. Ja, toch mijn ramen vrij houden. Hè? Maar ja, anyways. We gaan Jordi naar school brengen. Daar zijn we nu mee bezig. We zijn weer thuis. Mama, jouw schoenen uitdoen? Zo, mag ik die? Dank u. Hè. We hebben Jordi weer op school, hoor. Maar het is echt frappant. Elke ochtend als hij naar school moet, dan is hij chagrijnig. Dat begint echt tegen 8:30. Dan gaat hij allemaal lopen kramen. En dan ineens scheidt hij zijn hele broek vol. En ik ga hem niet zomaar in de auto zetten met een volle broek. En mijn haren echt, het zit niet. Maar goed, oké, prima, daar. Dan werkt hij heel zijn broek vol. En dan begint het gezeik en gezeven. En dan heb ik Liam en Sam. Heb ik gewoon al klaar zitten. Hè? Met de jas aan. En alles erop en aan. Maar ja. Meestal doe ik ook Liam als eerste in de auto. Want die loopt tegenwoordig mee. Zet ik de tas en alles in de auto. En dan vervolgens. Dan zet ik Liam erin. En dan Zet ik Jordi erin en dan begint het gezeik ook nog. Maar ik weet, je hebt van die stoelen die zeg maar kunnen draaien in de auto. Maar ja, we zijn nog met WMO bezig. Of ja, we zijn erop aan het wachten. We hebben het officieel al min of meer toegekend gekregen. Dus ja, daar zijn we op aan het wachten. Maar Jordi moet jou aankijken als je iets van hem moet. En dat doet hij op dat moment niet, want dat gaat niet. En dan alles tegenwerken wat hij maar tegen kan werken. En dan ben je vervolgens pas om 9:00 op school. En dan in de auto begint hij ook te zeveren. Totdat ik de snelweg oprij. Dan heeft hij zoiets van, ik ken dit. En dan vervolgens is hij vrolijk. En dan stapt hij uit de auto alsof er niks gebeurd is. Maar dan ben ik wel gekrapt. En geslagen. En gebeten uit frustratie vanuit Jordi. Ja, hij weet dat hij dat niet mag en dat dat niet goed is. Maar ja, hij weet het ook. Want volgens mij wordt hij ook boos op zichzelf op dat moment. Maar ja, in ieder geval,
Ik ga dadelijk eerst maar eens beginnen met fruit maken. Zodat de jongens op tijd hun fruitje hebben. En dan ga ik hier dingetjes doen. Fruitje voor Sam. Fruitje voor Liam. Dan denken jullie misschien, oh, dat is heel veel. Klopt, het is heel veel. Maar hij kan wel zelf kiezen wat hij lekker vindt. En dat zodat hij in ieder geval toch genoeg gegeten heeft. Dit ga ik even helemaal leeglaaien en kijken wat er precies allemaal in zit. Ik kan twee dingen doen. Of ik laat dingen boven ongeopend staan. Het is allemaal nog niet geopend. Of ik ga het gewoon beneden zetten en de kans geven aan Liam om er gewoon mee te spelen. Ik denk dat ik dat ga doen. Ik heb die hele pak leeg gehaald. En eigenlijk zit daar gewoon alleen maar speelgoed in waar ze nu mee spelen. Dus aangezien wij boven aan het opruimen zijn en alles, ik zeg tegen Niels, ik ga gewoon dingen naar beneden halen en hier neerzetten en gewoon zorgen dat hij ermee kan spelen. Want het heeft gewoon weg geen nut om dingen te gaan staan bewaren. Het heeft gewoon geen nut. Dus dat ga ik doen. Oh, en even een side note. Ik kan wel alles gaan filmen, maar ik laat liever straks gewoon het eindresultaat filmen. Of over een paar dagen. Of in ieder geval dat ik alles een heel eind heb. En ik ga ook iets heel slims doen. Want deze had ik gewoon boven liggen nog. En die ga ik dus bewaren voor die een witte dakduif. Ja. Dus dan heeft hij weer iets nieuws. Ik heb Juve even in de bench gezet. Dan kan Liam heel even lekker rustig een boterhammetje eten. Sammy is wakker. Die zit gewoon lekker in zijn eigen wereldje. En dan kan ik ondertussen nog wat dingetjes doen. Niet op de grond. Hé, hey, vet Kees. Moet je op het bordje houden. Op het bordje. Ik heb mijn hutspot aanstaan.
daar nog een beetje kip erbij bakken. En we eten er rookworst bij. Maar ik weet niet of Liam dit kan eten. En of Sam dit kan eten. Dus ik doe er wat kip bij bakken. En ik ga nu zelf even wat eten. Liam ligt lekker te slapen. En Sammy heeft net zijn fles gehad. En die is een beetje aan het spelen. Hé Sammy, ik speel hè? Yay! En het is hier nog steeds een bende. Maar ik ben nog steeds bezig. Work in progress. Trust the process. Dit komt allemaal goed. Want ik wil dingetjes veranderen en doen. En ja. Na het eten ga ik het doen. Heel af en toe heb ik het moment. Dan heb ik nog speelgoed van Jordi liggen. Wat hij ooit gehad heeft. Wat we in de hoop dat hij daar ooit mee kan spelen. Hoop is vervlogen. Maar ja, we hebben wel wat speelgoed staan. Liam is nu op een leeftijd dat hij daarmee kan gaan spelen. Dus heb ik het allemaal voor Liam en voor Sam natuurlijk bewaard. Maar ik had deze dus nog staan. En papa, die is automonteur. Dus mama die is die nu als een verrassing in elkaar aan het bouwen. Zodat hij hier kan komen te staan. Dat ik alle toetoetauto's daar neer kan zetten. En dat Liam daar lekker kan gaan spelen. Gaan we hem verder in elkaar bouwen. Ik heb alle stickers al overal opgeplakt. En nu ben ik hem in elkaar aan het metselen. Nou, ik heb hem in elkaar zitten hoor. Yes, yes, yes. Dan ga ik hem even daar neerzetten. Die kleine etter is gewoon al wakker, hè. Wel vies. Maar ik ga hem even daar neerzetten. Hij blijft maar even wakker. Ah, kijk. Kijk. Wauw. Vergeet niet het parkeergeld te betalen voordat je vertrekt. Staat hij wel aan? Ja, die staat aan. Wauw. En dan kun je zo, kijk. Kun je zo. Kun je zo. En dan doe je zo. Kijk. Kijk. Kijk, Liam. En doe je hierop drukken. Zo! Wauw! Je bent onder de indruk, hè, jongen. Je bent onder de indruk, hè, vriend. Ja, kun je lekker spelen. Dat is leuk. Yay! Lekker spelen. Jordi is weer thuis, heeft al wat gedronken. Is even zijn ritueel aan het doen. Liam en Sam zijn aan het spelen. En Liam is ook pepernootjes aan het eten. Lekker happen. Nee, niet neerleggen. Moet je happen. In ieder geval, de kinderen zijn bezig. Sammy is net in bad geweest. Krijgt nu een fles. Liam gaat nu. Krijgt dan de fles. Jordi gaat daarna. En krijgt dan de fles. En dan gaan ze naar bed. Ik ga dadelijk, als ik Sam in bed heb liggen, ga ik nog wat doen. En daarna ga ik even mijn nagels doen. En dan is de avond alweer voorbij. Ik heb mijn nagels weer gedaan. Dus die zijn ook weer klaar. Dit is wat we er nu even tijdelijk van hebben gemaakt. En we hebben een kleinere bak. Dus ja, en ik heb hier Duplo-achtig spul, weet ik het goed heet. In ieder geval, dit is wat we er nu van hebben gebakken. En nu gaan we lekker slapen. Dat wou ik zeggen, ja. Bedankt voor het kijken, want we gaan ook afsluiten. En tot de volgende keer. Tot de volgende.